Vandaag was weer zo'n dag op school. De toetsdag. Toetsdag, dinsdag. En deze keer was het vak aardrijkskunde. Het was een toets, cartografie met de atlas. Dames en heren, de toets was absoluut geen succes. Maar als tip zei de leerkracht wel, je mag je atlas gebruiken. Toen ze dat zei, was al mijn hoop al direct op. Mijn atlas stamt van de tijd dat ze nog niet wisten dat de wereld rond was. Deze atlas is van de jaren 0. Ik weet niet eens welk land dit is. Jawel, dat is Afrika. Dit is Afrika. Maar oké, het is gewoon niet zo goed gelukt. Maar oké, volgende keer beter. Ik heb eigenlijk niks kunnen invullen van die toets, maar let's go. Yo YouTube, Acer hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het tijd voor een nieuwe Black Ops 2 gameplay. En vandaag spelen we gewoon echt Black Ops 2 met de controller die ik zo lang niet heb gebruikt. En what the fuck, dit is mijn scuff controller. Maar oké, ik heb hem teruggekregen van de persoon waar ik hem bij vergeten was op Gameforce. Big shout out to you, Alex, thanks. Ook had ik gisteren aan jullie beloofd dat ik nog wat beelden ging tonen van Gameforce dag 2. Dus dat ga ik nu gewoon in de video knallen. Oké, het is de tweede dag van Gameforce. Mijn pad is gestolen. Er staan hier allemaal mensen rond mij. Fucking chill. Maar vandaag is het een beetje rustiger. Is chiller. Ja, ik ga verder doen wat deze mensen willen. Dus let's go. Oké, de zondag is veel rustiger dan zaterdag. Waar ik heel blij voor ben. En ja, ik heb hier net de hele tijd gestaan. Met allemaal kijkers. En deze doet zo dan in de vlog. Dankjewel. Bij deze, ik ga waarschijnlijk binnen een paar minuten nog even daar iets doen. En dan ga ik naar huis. En dan is Gameforce 2015. Ja, ook alweer gedaan. Dat was fucking awesome. En ik zie jullie als er iets speciaals gebeurt. Let's go. Abonneer op EC. Dit is vooral de trein terug naar huis. En er zijn hier random twee randompjes. Die ook in Brugge wonen. Dus ik dacht van, yeah, zit around the corner. Ik ben gewoon ja, een beetje in de trein aan het zitten. Aan het kijken en ja, aan het praten. En dat was Gameforce. En het is echt fucked up dat ik nog twee dagen in Antwerpen ben geweest. En fucking veel geld heb geblowt aan domme dingen. En te veel eten heb gekocht. En iedereen heb getrakteerd op Red Bull dat bij mij aan de bar stond en zo. Maar het was een heel vet weekend. Ik heb allemaal rommel gekocht aan de winkeltjes die daar stonden. En voor de rest ja, ga ik nu gewoon terug naar Blankenbergen. En ik weet niet wat ik ga doen. Ik ga sowieso nog leren en een paar video's editen. Want anders gaat het niet lukken. Ik heb veel te veel werk voor school. Dus ja, ik zie je als ik thuis ben. Ja. Okay. We zijn in Brugge nog altijd met deze randomjes. En ik heb een pizza. En ik denk dat ik de verkeerde pizza heb gekregen. Want ik heb een laartje besteld en ik heb een extra laartje gekregen. Maar wacht even. Oké, ja. Oké. Die ziet er wel fucking lekker uit. En ja, we gaan deze pizza verorberen. En daar heb ik zin in. Dus Dit was Gameforce dag 2 en ik vond de zaterdag leuker dan de zondag. Want het is natuurlijk omdat je de zaterdag de overweldiging hebt van alles en de zondag ben je eigenlijk gewoon weer. Je hebt alles al gezien en laag. En lieve dames en heren, vandaag is een good day, want ik ben terug van school. Ik heb een slechte toets gemaakt. Ja, eigenlijk wil ik jullie school zeggen dat ik nu al uitkijk naar de vakantie, want ja, ik heb alweer genoeg van school. Mijn uurrooster voor school is zo slecht dat het slecht is. Ik heb elke dag les tot 16:35 behalve de woensdag. En mijn PlayStation zit vast. Hoe awesome. Yes. Wow. Amazing. Nu ik even face-to-face kan praten met jullie. Ik heb mijn lievelingsboek teruggevonden en ik weet niet waarom, maar ik kocht deze boeken altijd omdat, ja, ik weet niet waarom. Ik las er nooit en ik... Het zijn echt gewoon de kutste boeken die er zijn en de grootste geldverspilling die er is. Ik bedoel, er staat niet eens iets in dit boek over, ja, over fappen. Niks. Geen woord. Echt een kutboek, geldverspilling, fucked up, koop die shit niet. En nu moet ik mijn PlayStation fixen, want die is nog altijd vastgelopen. Hè. Ik haal mijn spel uit mijn PlayStation, hij zit nog altijd vast. Let's go. Ik denk, ja, dat de systeemherstel duurt te lang en ik heb het gehad. Stomme kut, PlayStation. Ik heb nog een code hier op een kartonnen cornflakes doos uitgeknipt voor een wedstrijd. Misschien kan ik iets winnen. Oké, we zijn aangekomen op de wedstrijdsite en het zou een wonder zijn als ik iets win. Ik heb nog nooit iets gewonnen. Nog nooit. Dus we gaan gewoon meedoen aan de wedstrijd. Ik ben op de PlayStation. PlayStation werkt niet. Ik koop cornflakes en ik kan niet eens... En voor de rest van de dag dus, ik zit eigenlijk gewoon thuis en ik kijk naar foto's van PP. En ik denk van... Hey, dat is wel een leuk foto van PP. En dan sla ik de foto op en dan doe ik er eigenlijk echt niks meer mee. En zo zit mijn dag in elkaar. Ik probeer een video te recorden op de PlayStation en dat werkt niet meer. Ik weet niet welk spel dit is, maar ik denk wel dat het awesome gaat zijn. Dit is echt het stomste spel ooit. Ik weet echt niet welk kutspel ik nu weer aan het spelen ben. Oh my god, mensen die dit spel maken, dit is... Ik vind het zo'n kutspel dat ik er nog altijd aan het spelen ben. Oh my fucking god, waarom...
En dit is een video van hoe de supermarkt eruit zou zien als je high bent of zo. Ik vind het wel awesome. Wow, amazing. Hallo, what the fuck. Het doet meer pijn aan mijn ogen dan iets anders, maar ik vind het wel cool gemaakt. En als het er echt zo uitziet, dan moet ik echt nodig is wat pillen gaan slikken. Ik is hier een kind met een honden gezegd. Dat is een Easter egg. Wow. En om nu toch in de sfeer van drugs te komen, gaan we nu luisteren naar Trippy Paddle muziek. By the way, ik heb een bol op mijn hand. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien, maar kijk, what the fuck. Ik denk dat ik echt naar de dokter moet gaan, want de bol is echt groot aan het worden. En je kan het misschien niet zo goed zien, maar dit hier, het is echt een grote bol. Het is random. Het is een random bol op mijn hand. Fucking random. Zeg dat ze moeten liken. 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 Ja. Zeg like. Like. Ja, joep. Voor de rest is het wel genoeg bullshit geweest voor vandaag. Deze video was fucking slecht, maar het was een mindere dag op school en... Hier besluit ik de video af, die we samen zijn. En dank om te kijken naar deze video. Vond je een leuke zegen? Neem je morgen niet meer eens niks te zeggen. Ja! Tjie!